denk, dit wil ik altijd zien. Ik doe het niet alleen vandaag. Ik heb een assistent geregeld. Mag ik een applausje voor mijn assistent, MC Janet? Kijk naar alle mooie talenten die vandaag plaats gaan vinden. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben. Zijn jullie zenuwachtig? Ja, ik was op het begin best wel zenuwachtig en daarna ging ik eigenlijk gewoon helemaal los in mijn hoofd. Ben jij zenuwachtig? Nou, ik was heel zenuwachtig. Ik heb vorig jaar ook al meegedaan. Toen moest ik echt huilen en nog eens huilen. Ik zei ze van, nee mam, ik wil niet. Dit jaar was het iets rustiger gelukkig, maar ik vond het zo leuk om te doen. Het is echt geweldig. Mijn tip aan jullie talenten, wees gewoon lekker jezelf. Ik viel in een tunnel zonder eind, maar voelde het einde nabij. Ik hoorde een stem die het zei, alleen tegen mij. Er begon een licht te schijnen en ik voelde mijn angsten verdwijnen. Wees niet bang, ook al is de weg lang. Je vindt wat je zoekt, ik weet dat je dit kan. Vergeet jullie straks niet naar de Afro Workshop te gaan. Theaterworkshop en droomdieren. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We waren ontzettend vereerd dat wij de mooie taak hadden om eigenlijk alle mooie kunstwerken te bekijken. Het was ontzettend uiteenlopend, zowel van leeftijd dus wat ze qua techniek hadden gedaan en hoe ze het thema Roots ook hadden verwerkt. Het is de laatste jaren is het, merk ik, heel spannend geworden, heel kleurrijk geworden. Het ziet er ook echt qua beeld ziet er zo anders uit, dat ik echt een beetje onder indruk ben van alles wat ik tot nu toe heb gezien. Ik ben heel blij om jullie te zien en namens Operatie Periscope wil ik jullie ook bedanken voor jullie deelname, voor jullie betrokkenheid en ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan zien. And it's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. We need your most crown and it's time to go to town. Where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Where do you go? To rock and roll. Wat breng je nou hier bij Best of the West? Ik vond het gewoon heel leuk om elk jaar weer terug te komen bij Best of the West. Want het was wel een leuke ervaring. En nu ben ik aan het presenteren. Herinner die tag. Het is zomaar, het is niet die seizoen. Wat? We hadden de hadden. Go bad, only care about the challenge. Wie is dat? Zo wordt door mijn pas. Wat geven jullie de jongere rappers mee? Ga gewoon voor wat je, ga gewoon voor je doel. Doe wat je leuk vindt en maak muziek. Maak gewoon wat je leuk vindt en laat niemand je doorzitten. Je voelde wat voor me, maar ik voelde niks voor jou. Maar ondanks dat liet ik je never in de kou. Hoe leef je met twee gezichten? Je deed maar wat je deed, wat voor. Waar is een feestje? Hier is een feestje! Het was een vermoeiende, maar zeker leuke en mooie dag. Ik hoop dat ik je weer zie bij Best of the Best 2020.